Knal. Snap er niks van. Ik deed de poses, voelde mij helemaal zen. Mathilda vond het dik oké. En toen verloor ik mijn grip. Toch snapte mij, het was zover. En, waar gaan we naartoe? Excuseer, we? Ja, we. Dit is een nieuwe gelukstentoonstelling. In het museum van de luxe. En die wil ik doodgraag zien. Ja, sorry, maar weet je, ik heb iets. Je hebt iets? Iets van een ziekte? Is het volgriep? Kiekenpest? Extra hoog? Nee, met iets bedoel ik de wens niet op te trekken. Met jou. Oh. Oh, wel, dat komt eigenlijk goed uit, want ik heb ook iets te doen. Ha! Hoe kon ik dat dan vergeten? Zelfs als je had gekund, was voor mij toch niet gelukt. Ik heb het ook druk. Ik heb een zakenvoorstel, deal, dat is... Nee, Bom, je bent er niet goed in, vriend. Het is schattig op een bepaald punt, maar nu is het gewoon zielig. Het is een kennis van mij. Luxueuze klasreunie. Oké. Mooi, mooi. Nou, dan is het gewoon bij twee. Gaan we een stukje eten? Ah, en hoe is dat met die klasreunie en die zakenplannen van u? Oh, nee, eentje, dat was gelogen. Dat jij daar niet trapt. Nee is nee. Legendarische, machtige arend, onze beschermer en held. Maar niemand heeft hem in jaren gezien. Machtige arend is vermist. Ah, wanneer komt machtige arend dan terug? Hallo, zei je ouders niet dat machtige arend niet bestaat? Sst, hij weet dat nog niet. Hij heeft geen ouders. Nee, en ook geen vrienden. Show through.